zijn ze dan, Jan-Wim de Zwaan en Sarah Veel. Dus om even te illustreren wie de dames zijn. Zowel Kathleen als Sarah zijn al een tijdje lid van de nationale ploeg. Kathleen was een van de schutters die in 2007 wereldkampioen werd bij de compound dames samen met Petra Hamers en Gladys Willems. Kathleen is degene op doel 2. Sarah Priels die heeft ondertussen ook een Europees doel per team behaald op het met het team en zijn al lang lid van de nationale ploeg. Nee. Nee. Dus wat hij op dit moment een groepmoment heeft, vlak onder de 10, drie pijlen die al op een paar vierkante centimeter zitten, maar dus net die 10 missen. Terwijl Sarah Priels haar laatste 2 tienen echt wel knal op elkaar in die 10 heeft geschoten. Sarah is afkomstig uit Brussel en schiet ook bij de oudste club waarschijnlijk van ons land. Het is toch een van de grootste en meest roemrijke, de Grand Serment, de Royal Arché de Bruxelles. Dat is een sportclub die vlak over het Belgisch Olympisch Comité ligt. Als u ooit op de Heizel bent geweest, dan bent u waarschijnlijk er wel een voet voorbij gezet. Terwijl Kathleen dan weer uit het verre Luxemburg naar hier gekomen is om die Belgische titel bij de compound dames te winnen. Op dit moment dus een achterstand voor Kathleen, voorsprong voor Sarah Veels, 2 punten. En dat wil zeggen dat Kathleen de Zwaan moet beginnen. Team.
Team. Nicht. En een 9 of 8 voor Sarah Peels. Dus dit zou dus een omgekeerde kunnen zijn indien de 8 of 9 van Sarah Peels wordt uitgeklaard, weten we of ze op achterstand gekomen is of ze eventueel toch nog gelijkheid houdt. Dus wanneer een pijl vlak tegen de lijn van de 9 zit, dan wordt er desnoods met een vergrootglas gekeken in of de rij raakt of niet. En effectief de scheidsrechter bevestigt de score. Het is 56 tegen 57. Het was dus een 8. En dat wil zeggen dat de rollen nu omgekeerd zijn, dat Sarah Peels moet beginnen. Aangezien zij 1 punt achter staat op Kathleen Witson. En dat was een 10. Op dit moment 2 negens voor Sarah Peels, 1 10 voor Kathleen Witson. En weer een 10. En nog een 9 voor Sarah Peels. Allemaal een beetje rond die 10. Er heel vlak bij, maar net niet. En een 9 voor Kathleen Witson. Op die manier vergroot haar voorsprong. En zal ze 3 punten voorsprong hebben op Sarah Peels indien dit bevestigd wordt. Dus een voorsprong van 3 punten, maar om het duidelijk te maken, er worden 15 pijlen geschoten, maximum score 10 punten, dus dat zijn 150 punten. Er worden nu nog 6 pijlen geschoten en dat zijn dus 60 te verdienen of te verliezen punten. Dus alles kan nog in deze match.
En een 9. En nog een 10 erbij, dat zijn weer 30 punten. En dat zou het totaal van het verschil tussen de twee op 4 punten brengen. Met nog 3 pijlen te gaan, neemt de Zwaar hier een optie op de Belgische titel. Inderdaad, dat is bevestigd. Dus 112 tegen 116. Dus Sarah staat op achterstand, dus zij start weer aan de match. Dan, op die manier is het steeds pijn af en tot de laatste pijl. Zes. Een verrassende finale. Want dat wil zeggen, met deze score, dat de twee deelnemers gelijk komen. Dus we hadden het in handen, ze moesten eigenlijk enkel een 7 schieten of beter. Maar het werd een 6. Wat gebeurt er dan in dat geval als een shoot-off van Marzi? Dames hebben zo dadelijk slechts heel beperkte tijd om elk één pijl te schieten. En degene die het dichtste bij het kruisje op midden van het doel zit, wel die wint dan de titel van Belgisch kampioenen en die gouden medaille. Dus dit is bijzonder spannend. We gaan heel even een nieuw blazoen steken, want het zou heel vervelend zijn, moest het niet duidelijk zijn wie er wint, omdat er daar een of ander kaaltje in zit. Ik wil zeggen, slechts één pijl om deze match te beslissen. De druk op de schouders van beide deelnemers is natuurlijk groot op dat moment.
Oui. En een 10 voor de Swan. Het scheelt een millimeter, want de pijl van Sarah Vreels die steekt ongeveer 1 millimeter boven de lijn van de 10 uit. Die van Kathleen de Swan die raakt nog net diezelfde lijn. En zo ziet het eruit dat zij zich de nieuwe Belgisch kampioen mag noemen. Applausje voor en de ondersteuning van Stefan Dutten. We gaan onmiddellijk verder gaan ook met de prijsuitreiking van dit Belgisch kampioenschap bij de Compound Dames.